weet wat er nu allemaal in Nederland gebeurt. En we zijn natuurlijk niet meer op straat, maar achter de schermen zoals hier gebeurt toch een heleboel moois. Ja. Oh, dit zijn de kratten. Ja, ik ook. Nou, zondagavond om 6 uur kregen we inderdaad het bericht dat we als horeca direct de deuren moesten sluiten. Wat natuurlijk een enorme en ingrijpende maatregel is. Maar ondertussen waren wij al in ontwikkeling met een product wat bij de mensen toch thuis de Nederlanden, de smaken van de Nederlanden op het bord geeft. Dus wij zijn met ons team een concept gaan ontwikkelen wat ook goed is en wat ook zeker in lijn is met onze creativiteit dat we normaal op het bord hebben in de Nederlanden. En sinds gisteren hebben we dan een 6-tal gerechten die we produceren en vanaf morgen in de winkel bij meneer Landwaard kunnen verkopen. Wilco als chef staat zelf in de winkel om de gerechten toe te lichten en de kleine bereidingswijze die iedereen thuis kan. Om te zorgen dat mensen ook heerlijk kunnen eten op een wat hoger niveau dan eigen kunnen in de keuken. Goed, het is natuurlijk waanzinnig om het op deze manier voor elkaar te krijgen. Dat wij onze mooie verse spullen en ook weer, natuurlijk ook weer belangrijk voor de ondernemers, onze visleverancier. Ja, die moet ook zijn prachtige spullen kwijt. Dus uiteindelijk doen we dat. Wordt iedereen een beetje beter van. Er is geen mens die uit eten kan. Nu kunnen ze thuis uit eten. Ik denk dat ik de eerste winkel ben waar maaltijden van de Michelinster verkocht worden. Hier gaan we de maaltijden neerzetten. En dan kunnen we de mensen uitnodigen om supergoed te eten. Dit zijn de voorgerechten. Ik help hem dat hij met zijn keukenbrigade aan de gang kan blijven. Ja, en het is voor mij ook leuk als die mensen in de winkel komen. Dus het best snijdt aan twee kanten. Ik hoop dat de mensen goed reageren en dat ze positief reageren. Dat is ons streven en dat is Wilco's streven. En ik ben er toch voor de consument. Daarom is het heel bijzonder dat hij als initiatiefnemer van dit traject zaterdag bij ons gelijk koffie kwam drinken om te zeggen van jongens, ik wil jullie helpen. Ik snap, jullie staan voor een zware tijd. Jullie deuren moeten straks sluiten. Daar moeten we ons ook bewust van zijn voordat we weer in het gewone ritme belanden. Weet wat er nu allemaal in Nederland gebeurt. En we zijn natuurlijk niet meer op straat, maar achter de schermen zoals hier gebeurt toch een heleboel moois. Oké, succes. Dank je wel.